Kia is bezig met een verjongingskuur. Dat zagen we bij de elektrische EV6 en bij de nieuwe Sporter. Nu is er de nieuwe Niro. Kan die het goede werk van zijn broers bevestigen? Hongerig naar meer nieuws, meer autotests en meer advies? Check onze website autogids.be. Ja, Steven, Opposites United, of hoe heet het designtaal van Kia? Ja, klopt. Dat is zoals, ik herken meteen de Sportage en de EV6. Wat is een beetje braver? Ja, ja. En dat is eigenlijk ook het enige dat je hem kan aanwrijven. Dus Kia heeft inderdaad, de vorige Niro was zeer banaal. Om lelijk niet in het woord in de mond te nemen. Ze hebben hem echt wel gemoderniseerd, maar binnen die Opposite United modellen, dus voorlopig Sportage en EV6, is dit wel degene die het minst uitspringt, zeg maar. Ik laat in het midden of dat dan slecht is of goed is. Maar de detail is wel geslaagd. Allee, de koplampen zijn leuk. Ja. Dan zo die afgekapte zijspiegels. Ja. Er zitten heel veel leuke dingen in. Leuk. Er zijn wel heel veel. Als je het volledige design samenneemt, en natuurlijk ja, hier, ja. Dat is het meest in de oogspringende. Dat is een optie trouwens. Hè. Dat is €200 als je het in het zwart wilt, €400 als je het in het grijs wilt. En de reden dat het meer is als je het in het grijs wilt, is omdat dan ook de wielkasten en de zijschorten in het grijs moeten gespoten worden. Dus vandaar dat dat meer kost. Bovendien kan die optie enkel maar bij de hoogste uitvoering, zoals de Pace. Geef ik even mee. Daarover gesproken trouwens. De Pace krijgt ook 18 duimers. Maar als je de gewone hybride zou hebben, nou, bij deze ook, maar daar speelt het, bij de plug-in hybride speelt het minder rol. Maar bij de gewone hybride stijgt de CO2 dan met een paar grammen. Dus dan biedt Kia je gratis de optie om terug te gaan naar de standaard 16 duimers, zodat ook de CO2-uitstoot zakt. Nou. Ik heb het eens leuk gezien. Ik zie dat hier ja. Effectief een aeroblade. Ja, goed opgemerkt, goed opgemerkt. Dus het is effectief. Het is niet alleen mooi om te kijken, het is ook functioneel. Dus voor de aerodynamica, voor de stroomlijn te verbeteren. Een tikkeltje erachter voor het GT kan nooit kwaad. Kijk, er zijn slechtere voorbeelden om je aan te spiegelen. Hè. Dus, En Steven, wat zit er onder de kap? Je kan hem krijgen in 3 smaken. En ongeacht die smaak, er zit altijd elektrische bijstand bij. Dus de gewone, conventionele benzine, dan wel dieselmotor, kan je niet meer krijgen in de Niro. Om de simpele reden dat je cannibalisme hebt anders binnen de groep. Kia heeft namelijk nog een X-Seat rondrijden bijvoorbeeld, om maar 1 te noemen. Die een beetje dezelfde gabarie heeft. En als je dan zegt van ik wil gewoon een simpele benzinemotor, dan zal Kia je met veel plezier die richting uitsturen. Dus de Niro is ofwel hybride, gewoon parallele hybride, ofwel een plug-in hybride, dus dat je hem kan opladen, ofwel vol elektrisch. Dat zijn de 3 vormen waarin dat je de Niro kan krijgen. En die hybride modules, zijn die veranderd van de vorige generatie? De motor is geëvolueerd. Het is nog altijd een 1,6 liter, 4-cilinder, nog altijd atmosferisch, maar hij maakt nu deel uit van de Smartstream-familie. Wat betekent vooral dat hij het CVVD krijgt. We hebben dat ook, een paar maanden geleden stond hier de Tucson, die had dat ook. Dat is eigenlijk continuously variable valve duration, dus een variabele duurtijd van de klepopening. Ik ga daar niet verder gaan in detail. Het enige wat je daarvan moet onthouden is dat hij nog efficiënter is door die toevoeging. Maar de elektrische bijstand daarentegen is quasi hetzelfde gebleven. Dus voor de plug-in hybride betekent dat een elektromotor van 84 pk en een batterij van 11 kilowatt plus minus. Voor de gewone hybride is dat een 32 pk sterke elektromotor en een batterij van 1,32 kilowatt. Ja. Wat maakt dat? Voor de gewone hybride telt Kia het er zelfs niet bij, dus dat blijft 142 pk, dus het vermogen dat de benzinemotor levert. Bij de plug-in hybride gaat dat van 142 pk, dus wat je van de gewone verbrandingsmotor krijgt, naar 133 pk. Dus een klein beetje meer, maar dat komt eigenlijk dus louter door de sterkere elektrische bijstand. En dan heb je nog uiteraard de elektrische, of de EV, en dat is 204 pk. Met een elektromotor vooraan. Wel goed om weten is dat door het feit dat die elektromotor veel minder plaats inneemt, dat je nog een frunk hebt. Frunk, ja. En qua versnellingsbak, dat is sowieso een gerobotiseerde zesbak?
Ja, dat is een gerobotiseerde zesbak. Het is zeer goed dat je dat vraagt. Er is nog een reden dat je geen gewone verbrandingsmotor kan krijgen in de Niro. De simpele reden dat die gerobotiseerde zesbak hier komt zonder achteruitversnelling. Je rijdt namelijk achteruit op de elektromotor. Altijd in de drie Niro's. Dus dat bespaarde wat gewicht en maakte de gerobotiseerde bak wat compacter. En als je nog misschien het verbruik ook nog weten. Ah ja, uiteraard. Ja. De hybride, daar heb ik de tijdtest mee gedaan. Daar zat ik aan een vermiddeld verbruik van 5 liter. Maar het was heel warm, de airco heeft veel gedraaid. Okay. Dus dat kan echt beter. Hier de plug-in, ja. Zoals gewoon, dat hangt ervan af hoeveel dat je hem inplugt. Maar ik heb gezien, op 500 kilometer hadden we een gemiddeld verbruik, of zitten we nu aan een gemiddeld verbruik van 4,8 liter. Dus ongeveer hetzelfde als hybride. Ongeveer hetzelfde, maar ik zet het zo variabel van de dikwijls dat je hem inplugt. En de elektrische zaten we aan een gemiddeld verbruik van 16 kilowattuur. Wat vrij goed is. En dat je dan inderdaad plus minus aan het opgeven rijbereik wel zou moeten kunnen geraken. Ja, afhankelijk van de omstandigheden. Afhankelijk van de omstandigheden. Steven, die Kia hier die ziet er heel blits uit. Twee kleuren, koetswerk, noem maar op. Ook een zeer dynamische pose. Voelt je daar ook terug achter het stuur? Ik had daar graag ja op geantwoord, maar het antwoord is jammer genoeg nee. De Niro, toch als hybride alleszins, heeft of toch heel weinig zeg maar, sportieve aspiraties. Ondanks het feit dat er dus een drive onder de drive mode een sportfunctie zit, die eigenlijk mijn zin is compleet overbodig is. Omdat, hij geeft niks. Ik bedoel, de remmen bijvoorbeeld, om één voorbeeld te geven, die gaan alleen nemen heel traag op. Dus van het moment dat je begint te duwen, er niet onmiddellijk reactie, zeg maar. Dat is wat van de recuperatie. Je kunt dat wel oplossen met de pedals achter het stuur. Daar kun je de regeneratiebouwmaat mee regelen. En dat is eigenlijk broodnodig dat je toch iets of wat van vertraging hebt. Dus dat is al, het geeft al niet echt veel vertrouwen via de remmen. Het stuur is iets te licht. Ga je iets te snel de bocht in? Ja, het zijn eco-rubbers. Die missen ook de grip om dat op die manier te doen. Dus er is eigenlijk geen vertrouwen en de auto kan het ook niet echt om echt snel te rijden. Maar, dat moet dan tegenovergezet worden, dat Kia dan wel op een of andere vorm wel gezegd heeft van kijk ja, we willen geen dynamische auto, maar we gaan er dan een comfortabeler van maken. Want ten eerste, de isolatie van de motor, de motorbaai is zeer goed gedaan. Het motorgeluid wordt echt heel goed gefilterd. En de demping is ook zeer goed gedaan. Het is nog geen Frans comfort, maar het is zo tussen Duits en Frans. Het is een super compromis, moet ik zeggen. En dat is dan wel te danken aan het feit dat het chassis wat stijver geworden is. Dat heeft ervoor gezorgd dat de ophanging minder strak gespannen moest zijn om dit effect te hebben. Dus. Ja, en we rijden nu in de plug-in hybride versie. Ja. Zijn er dynamische verschillen of comfortverschillen tussen de hybride, plug-in hybride en elektrische? Ik heb enkel maar met de hybrides gereden, dus ik kan ook maar over die twee oordelen. Tussen de gewone hybride en de plug-in hybride is er amper verschil. Wat ik eigenlijk ook niet echt had verwacht, gezien dat ze technisch gezien quasi identiek zijn. De batterij en de elektromotor na. Dus nee, er is eigenlijk op die twee modellen na is er eigenlijk geen verschil. Nee. En je sprak er juist over de remenergierecuperatie, is natuurlijk belangrijk voor de elektrische range. Over hoeveel range spreken we dan? Ja, hier bij de gewone hybride is dat verwaarloosbaar, maar een paar kilometer. Hier bij de plug-in hybride geeft Kia 65 kilometer rijbereik en in de elektrische is dat 460 kilometer rijbereik. Dat is allemaal met een serieuze korrel te nemen. Ik denk dat de plug-in hybride, we zijn nu redelijk winterse omstandigheden. Ik denk als je 50 kilometer haalt, dat heb je het echt heel goed gedaan. En ik denk in de EV ook, dat zal een kleine 350, 380 in deze omstandigheden. Dan zal het niet alleen correct. Ja. Het is zeker correct, maar ook niet meer dan dat. Ja. We hadden het al over de dynamische looks, die dan niet beantwoord werden door het rijgedrag. Maar ik zie wel weer een heel knap interieur, dat ook wel zeker dynamiek uitstraalt.
toen we denken van de EV6 en de Sportage, heel veel gelijkenissen. Dat kan inderdaad wel, ja. En los van de looks, is het ook wat gebruiksvriendelijk? Dus de link met de Sportage en de EV6 klopt volledig, want het is quasi een kopie. Ja. Wat betekent dat ook naar gebruiksvriendelijkheid, dat hij een beetje hetzelfde is als die twee andere. Dus redelijk intuïtief. Met voor mij nog altijd een beetje een dubbel gevoel bij die aanraakbalk hier met die shortcuts. Ja. Omdat het is wel handig dat je ze hebt, maar ja, door het feit dat je altijd moet switchen of op voorhand moet kiezen van oké, ik wil nu mijn klimaat regelen of ik wil nu de multimedia regelen. Ja, je bent toch wel vrij veel afgeleid van de weg. Dat is altijd een extra beweging. Ja, altijd een extra beweging, altijd om dat allemaal in te stellen. Wat wel zo is dat ten opzichte van de vorige Niro, dat de afwerkingskwaliteit er echt wel serieus op vooruit is gegaan. Al stel ik mij wel vragen bij sommige plastics, zoals hier op de deur zo, die matte plastics. Ik weet niet of die de tand destijds echt goed gaan doorstaan, maar over het algemeen, het ziet en het voelt er wel zeer degelijk uit. En dat is iets wat Kia de laatste jaren bij al zijn modellen heeft, hè, dat echt een kwaliteitsboost heeft gegeven. Die staan echt allemaal op een zeer hoog niveau en de Niro is daar geen uitzondering bij. Zeg, en als we nu deze setup zien, is die standaard of is dat wel een bepaald uitrustingsniveau? Dit is nu de hoogste uitvoering. Wat ik niet per se iemand zou aanraden, omdat die hoogste uitrusting eigenlijk vooral de luxe genre, die leren zetels of een Harman Kardon installatie. Maar het niveau daaronder, dat is de Puls, dat is eigenlijk wel iets dat ik zou aanraden, omdat dan daar de meeste zaken die je hier ziet, dan pas bijkomen. Bijvoorbeeld, het is een stom voorbeeld, maar de draaiknop voor je automaat, die is niet standaard. Die komt pas vanaf die Puls-uitvoering, anders heb je een gewone poot. De digitale tellerpartij, die komt pas vanaf de Puls-uitvoering, anders heb je een gewone analoge plaat, semi, dus midden blijft altijd wel digitaal. Er zijn een paar van die kleine voorbeelden waaraan dat je wel ziet dat de Niro iets lager staat in de Picor dan bijvoorbeeld een Sportage of een EV6, omdat die dingen wel standaard hebben. Maar goed, het zijn duurdere auto's. Het zijn ook duurdere auto's, inderdaad. We hadden het al gehad over het formaat, terwijl de auto groter is dan het eigenlijk lijkt. Maar het is heel geen extra binnenruimte, bijvoorbeeld op de achterbank? Ja, het is een hele ruime achterbank. En plus krijg je nog eens deuren achteraan die 90 graden opendraaien, waardoor ook de instap heel makkelijk is. Dus passagiers van achter hebben echt geen klagen. Het enige wat je bij de Niro wat moet oppassen, en dat is, dat is wel modelafhankelijk, dat is de koffer. Met de batterij. Ja, omdat die batterijen dus op verschillende plaatsen gepositioneerd zitten. Heb je bijvoorbeeld in de EV heb je 475 liter. Bij de hybrid is dat 450 liter. Wat het correct is. Maar hier bij de plug-in hybride, omdat er batterijen in de koffer zitten, is dat maar 320 liter. En dat is echt wel weinig, toch voor een familiewagen. Ja, een groot verschil ook met de roepvestiging. Ja, ja, dus dat is wel iets. Ja, qua koffer scoort dat wat minder, maar voor de rest is het echt een topauto qua praktisch gemak. Steven, show me the money. Deze Kia Niro plug-in hybride, hoeveel zijn we kwijt? Basis bijna 39.000 euro. Het kan goedkoper, hè? De gewone hybride zitten we aan 31.000 euro ongeveer. Wow, ça va. En eigenlijk is de meest interessante de EV, omdat die begint aan 45.000 euro. Nu, oké, dat is veel geld, hè, beduidend hoger dan de andere twee. Maar als je die EV gaat vergelijken met zijn concurrenten, dan valt dat prijsmatig eigenlijk zeer goed mee. Die EV heeft wel één klein nadeel, eigenlijk een serieus nadeel zelfs. Die kan maar snel laden tot 72 kilowatt. Oei. Ja. Ja. Wat heel raar is, gezien dat Kia met zijn EV6 in de middenklasse een beetje de standaard, de standaard is met een zekere record heeft met 240 kilowatt. Dus ik snap niet goed wat dat daar misgegaan is. Maar dat is wel een beetje iets wat je in overweging moet nemen als je geïnteresseerd zou zijn in de Niro EV. Dat hij iets minder snel laat. En qua uitrustingsniveaus? Ze beginnen allemaal aan de Pure. Dat is een uitrustingsniveau dat erg puur is. Nee, net niet. Het is heel rijk aangekleed, dus het is in orde. Maar er zijn een aantal zaken, die, zoals ik daarnet al gezegd heb, in het interieur, dat je bijvoorbeeld de digitale tellerpartij die je niet hebt, de pook en zo.
Dus als dat iets is, dan zou ik, zoals al gezegd, ook doorstijgen naar het tweede uiterste niveau, de Pulse. Bij alle drie de versies. Omdat het bij alle drie hetzelfde is. Er is trouwens nog iets dat je moet in rekening houden, terug naar de EV dan. Dat is dat de warmtepomp en het vehicle to load, dus dat je eigenlijk de batterijvermogen kan gebruiken om tv te doen, spelen bijvoorbeeld, dat een optie is van 1500 euro. Warmtepomp en die vehicle to load zit in het pakket. Dat is trouwens de enige opties die er zijn. Ongeacht de versie die je bestelt, je hebt altijd een premium pack dat je nog bij kan nemen. En dan heb je nog metaalkleur, een open dak en dan die sideskirts en that's it. Er zijn geen verdere opties. Maar ja, kijk, het is een beetje zoals een auto aan zich. Hè. Het zijn vrij rationele prijzen met een vrij rationele setting, waarvan ik persoonlijk de hybride zeer oké vind qua prijs. 31.000 euro is, als je het vergelijkt met andere hybrides, ça va. En de EV is eigenlijk binnen zijn segment zelfs helemaal goedkoop. De Kia Niro, Steven. Even samenvatten. Wat is er goed? Dat, als je het rationeel bekijkt, dat de Niro sowieso een van de meest interessante aanbiedingen is, prijskwaliteit, die je vandaag gaat vinden in de middenklasse. Maar? Maar dat als je, zoals ik, graag ook wat karakter wil achter het stuur, dat je dat niet gaat vinden in de Niro. Het is een beetje zoals gekookte patatjes. Die zijn ook alleen maar lekker als je wat zout bij doet. En dat mist de Niro, maar echt met de kilo. Steven, bedankt voor de deskundige uitleg. Jullie bedankt om te kijken. Hoe is die gekregen nog meer video's van Autogids? Check ons YouTube-kanaal. Tot de volgende.